Alright, welkom bij een nieuwe vlog. Dit is dag 1. En wat je me hier ziet doen is even wat stretching en wat rollen. Om wanneer ik wat spierpijn heb, dan vind ik het zelf fijn om gewoon eventjes wat te stretchen. En die spieren aan te pakken met de foamroller. Dag 1, het draait om de snatch, waarbij ik straks een complex ga doen van 3 verschillende oefeningen. Een serie aan oefeningen, noem je in het gewicht even een complex. En daarbij draait het sowieso dat ik stabiliteit creëer in de bodem. Dat ga ik doen met een snatch, een low hang snatch en een overhead squat. En die heb ik even geprobeerd cool te editen. Ik vind het wel aardig gelukt. 65 kilo heb ik op de halter. Is het werkgewicht. En dat is ongeveer 70% van mijn max. En kwaliteit van bewegen voelt ten opzichte van vorige week al zoveel beter. Ja, heel chill hoe snel dat kan gaan. Vorige week was het echt nog struggelen met überhaupt de dubbels van iets meer dan 60 kilo. Nu 3 bewegingen op 65 en dat voelt gewoon prima. Het was wel een beetje uitdagend. Dat had ook vooral denk ik een beetje met een stukje kracht te maken. Wat ik nog wel best aan het opbouwen ben nu. Maar nee, de kwaliteit was echt een stuk beter. En dat geeft me veel vertrouwen ook in sowieso de komende periode. En dat maakt een training ook zoveel leuker. Want er zijn maar weinig betere gevoelens dan een snatch die je gewoon super goed aanvoelt. En hier zat er wel eentje bij die echt goed was. Nu dus blokpulls, 3 sets van 2 op 75 kilo. Lekker makkelijk werk, want we sluiten af met headfield squats. En dat is dan wel weer verpittig, omdat het 3 sets 5 herhalingen zijn op 140 kilo. En het draait bij die headfield squats heel erg om die excentrische fase. Dus de fase waarin ik naar beneden ga met het gewicht. En dat probeer te controleren. En bij het omhoog komen kun je een klein beetje je handen gebruiken. Je duwt natuurlijk met je benen. Maar het is vooral, ik merk dat ik de handen echt best gebruik voor de stabiliteit. Want je kunt je onmogelijk echt omhoog trekken. Maar desalniettemin, dit geeft me wel wat vertrouwen in de beenkracht die ik heb. En die ik kan opbouwen. Want mijn max back squat is 2 keer 150. En dat ik eigenlijk zo vrij snel dit gewoon wel weer kan lijken na een vakantie. Had ik zelf niet gedacht. Dus ik vind het ook eigenlijk heel interessant om hier eens mee te werken. En ik ben ook heel benieuwd wat dit me gaat opleveren. Het is wel even afzien. Maar het geeft me in ieder geval wel wat vertrouwen dus richting de rest van de squats. Ik was ook behoorlijk op na deze. Dus dit was dag 1. Dag 2. Deze vlog bestaat maar 2 dagen. Omdat ik dus echt op woensdag PT had. En zoveel geleerd daarin. Echt ook super vet om eigenlijk weer getraind te worden. Hier zie je Willem mij corrigeren. Omdat ik ben gewend om met mijn lange lichaam eigenlijk de halter een heel lijn naar achter te trekken. En er vervolgens onder te duiken. En hij gaf mij de cue om iets meer proberen mijn borst omhoog te krijgen. Mijn heup een klein beetje laten zakken, waardoor eigenlijk de druk nog iets meer op mijn bovenbenen was. En dat eerste gedeelte dus van de pull, dus eigenlijk wanneer de halter op deze positie is, die ik nu heb, tot aan de knieën. Zoveel mogelijk mijn bovenbenen te blijven duwen, ondanks dat mijn achterkant best wel toch wel sterk is. Laten we zeggen mijn hamstring en zo, et cetera. Maar haal ik er meer uit om wat rechter op te starten. Dat maakt eigenlijk ook wel best wel een verschil, merkte ik, in het stabiliseren van de halter in de catch. De catch is wanneer je eigenlijk de halter vangt. Het volgende wat hij ook aangaf is, zorg ervoor dat je zo snel mogelijk contact weer maakt met de vloer, met de voeten. En was eigenlijk een hele fijne cue. Zelf nooit echt bij stilgestaan, maar die snelle contact weer met de vloer maakt extra stabiliteit. En dat was ook echt te merken in deze sets. De eerste keer PT overigens was ook echt gewoon sowieso een superleuke ervaring. Het is echt lang geleden dat ik zelf getraind ben überhaupt. De laatste keer dat ik getraind ben in een sport was met voetbal. En dat is een aantal jaar geleden toen ik nog wel eens met selectie meetrainde van mijn plaatselijke voetbalclub. Daar draait het voornamelijk dus meer om het team. Nu was er heel veel aandacht
voor jou. En streven we daarna om echt een paar bewegingen gewoon heel erg te optimaliseren. Hierin is de clean and jerk en de back squats die we straks gaan doen, die zie je me straks doen. Wat ik ook diende te doen hierin is een korte pauze in de catch van de jerk. De jerk is het uitstoten waar ik de halter boven mijn hoofd vang. Puur om eventjes die pauze helpt mij puur om eventjes weer stabiliteit in verschillende posities te krijgen. En weer even te richten op elke positie. Dit is 70, uiteindelijk zijn wij opgebouwd naar 90 kilo. En dat deden we gewoon om eventjes een uitdagende clean and jerk te vinden. Waarin de beweging weer anders werd. En eigenlijk deze gingen ook wel gewoon heel goed met de cues die ik toepaste. Die ik van Willem kreeg. Ja, was eigenlijk dus gewoon eigenlijk super leuk, interessant. Een grappig ding is eigenlijk, heb ooit bij Willem al in de klas gezeten. Komt uit een dorpje niet ver van waar ik vandaan kom. Op de middelbare school heb ik even kort bij hem in de klas gezeten. En zo ben ik hem een tijdje terug weer tegengekomen. En nou, bij hem klopte ik dus aan voor wat extra hulp. Best wel leuk dus eigenlijk hoe je wegen zich na zoveel jaren kunnen kruisen. Dit is clean and jerk op 85. En dat werd al wat uitdagender, maar qua been voelde het gewoon eigenlijk al wel aardig. Nu de clean and jerk op 90 merk dat ik eigenlijk weer een klein beetje een oude patroon verval. En dat is gewoon echt die halter gewoon naar achteren trekken als een dolle. En er probeer zo snel mogelijk onder te komen. Hoog springen. Dat ook. Dus het werkgewicht voor komende periode wordt, het wordt echt een beetje zoeken. Tussen 80 en 90 kilo zal een beetje de sweet spot van mij zitten. Toen over dus naar back squats. Hier een oefening om het bracen wat meer te oefenen. Omdat dit was eigenlijk een vraag van mij. En in eerste instantie dacht Willem dat ik daar niet per se behoefte aan had. Omdat hij natuurlijk had gekeken naar de filmpjes op mijn Instagram. Maar op Instagram staan natuurlijk je allerbeste lifts. En die laten dus niet de zwakke plekken, de zwakke punten zien. En daar kwam hij achter. Dus dat ook toch wel helpt om wat meer uit mijn bracing te halen. Hebben we de riem erbij gepakt. De riem is een tool om meer rompstijfheid te kunnen creëren. Zodat je met die stijve romp zwaarder gewicht kunt verplaatsen. Voor nu was het vooral oefenen. Ook met licht gewicht tot eigenlijk een beetje een uitdagender gewicht. In de paused back squat. Hier zie je me met een andere riem. Dat liet Willem eigenlijk voelen om verschillen te merken tussen die riemen en wat zij deden in het creëren van rompspanning. Was wel interessant om die verschillen dus te merken. En zo kon ik eigenlijk langzaam zeker mijn rompspanning even wat meer fine-tunen. Waar dus echt nog veel winst in te behalen is. Hier checken we even bij elkaar wat dus die rompspanning is, hoe we dat voelen. En hij voelde dat bij mij en hij merkte dat kan nog echt wel wat beter. Toen ik het bij hem kon voelen, merk je dus, daar willen we wel naartoe. Hij kan zijn romp heel snel en heel makkelijk op spanning zetten. Was ik wel van onder de indruk, zoals je zag. En hier dus mijn eerste setje op 110. Dubbel gepauzeerd. Ja, dus nog steeds heel erg letten op. Zoveel mogelijk rompspanning creëren. Tegen die riem aan ademen, als het ware. Want die rompspanning die creëer je door zoveel mogelijk lucht in je buik te krijgen. Hier heb ik een wat andere riem. Volgens mij is het meer echt een powerlift riem, powerlift belt. En die creëerde heel veel rompspanning. Hoefde ik eigenlijk zelf vrij weinig in te doen. Maakte het een dikwijls makkelijker, maar om eigenlijk die rompspanning vast te houden. Maar wel interessant om dat verschil te merken. En als laatste dus de set weer met mijn eigen riem. En die eigenlijk veel minder stijf is, die riem. Waardoor de rompspanning wat lastiger is te vinden. Maar door te werken aan die bracing was dit eigenlijk qua kwaliteit denk ik wel mijn beste set. Dus daar ben ik super blij mee. Dus nogmaals de PT-sessie gewoon super veel geleerd. En het was ook super leuk om dit weer eens zoiets te kunnen doen. Zelf getraind te worden.
toen zat de PT's erop en nog even gauw mijn training afgemaakt met single leg RDL's en wat bent over rows. Dus dit waren twee trainingsdagen. De volgende twee die zul je volgende week zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.